En we zijn hier in... Het Bakkerijmuseum. In... Luiksgeistel. En we krijgen hier een workshop worstenbroodjes maken. Tip nummer 1. Weeg je receptuur nauwkeurig af. Alle grondstoffen hebben we afgewogen. De gist, de bloem, de poeder, de reuzel, het zout en de suiker. Zelfs het water wegen we hier nauwkeurig af. 250 gram, precies afgewogen worden. Tons, tip 2. De melk of watertemperatuur laag houden. We hebben hier koud water genomen. Koud water hebben we genomen en we gaan het deeg straks op temperatuur kneden. Tijdens het kneden loopt het deeg zo erg in temperatuur op dat het vaak anders te warm wordt. En dat is een veel voorkomende fout. Tip 3. Na het mengen intensief kneden. Hoe lang moet het daar deeg nou kneden? Tot we een soepel deegje hebben waar we een dun vliesje van kunnen trekken. Nou, dit gaat nog niet. Dus ik moet nog veel langer kneden. Van werk, kan dat ook anders? Ah, dat kan wel anders. Maar dan moet je een machine gaan gebruiken. Maar die hebben we hier naast staan. Gerard! Het is meer mijn ding, hè. En ik maar werken. Alleen ei? Een klein beetje zout zit erin, loskloppen en nog een heel klein beetje koffiemelk. Koffiemelk die zorgt voor een nog mooiere glans van het worstenbrood. Wauw! Tip nummer 6. Worstenbroodje licht afstrijken. Bij strijken oppassen dat er geen ei langs loopt. En dan krijg je daar onderverbrande resten. Die heel bitter smaken en daar let vooral de jury op. Tip 7. Het deeg laten rijzen tot de weerstand uit het deeg is. En dan kan je als volgt testen. Met de vinger op het deeg drukken. En als het deeg niet meer terug in zijn vorm komt, maar een klein beetje in mag staan, is die vol genoeg gerezen. Probeer maar. Wat denk je? Ik denk dat die bijna goed is. Nou, bijna. Ik denk dat we nog heel even iets moeten laten rijzen. We moeten heel kritisch zijn. Heel onverwacht. Tip nummer 8. Gebruik ovenwanten. Tip nummer 9. Bakken in een voorverwarmde oven. Ze gaan de oven in. We gaan ze bakken. Doe jij de deur open? Zo. De warmte tegemoet. Hoe lang? 12 minuutjes. En dan hebben we de lekkerste Brabantse worstenbroodjes. We houden het bijna voor gezien. Maar eerst nog Tons tip nummer 10. Doe jezelf een plezier. Warm het worstenbroodje op. Goed, hè? Lekker, hè? Lekker, hè? Lekker warm, hè? Ik vind je lekker!